Ja, wij bij Rockstars IT dachten, onze Rockstars hebben eigenlijk de coolste baan van Nederland. Dus waar kunnen we beter een curling clinic houden dan op de coolste baan van Nederland? Kijk met me mee, want het Nederlands team staat hier klaar om onze workshop te geven. Wordt super tof, dus let's go. We staan hier op ijsbaan in het Olympisch Stadion. Met het Nederlandse team aan het curlen. Een kennismaking tussen het team en de Rockstars IT. Dan zie je dat ze gewoon opgenomen worden in zijn groep en dat ook heel snel oppakken. Dat brengt some professionals, both from the ice en IT, together. En het is ook gewoon goed om met een sociale event zoals dit elkaar zo nog beter leren kennen. Ik denk dat we in het begin zo hard gaan falen. Vooral de stap te zien dat ze aan het begin denken van oh, dit is eigenlijk heel makkelijk. En dan proberen ze het een keer. Dat is wel, toch misschien wel wat moeilijker dan in de kop tv zoals het eruit zag. Je moet best wel veel kracht zetten om toch die afstand te halen. En het lijkt dichterbij dan dat het daadwerkelijk is. Evenwicht is lastig, denk ik. Het is wel glijden, zeg maar. Ik vind het niet heel makkelijk. Als je echt op het ijs staat, dan zie je hoe moeilijk en hoeveel dingen er ook bij komen kijken. Ik hou het bij programmeren. Toch wel een beetje verandering in het beeld dat mensen hebben. Er wordt soms nog een beetje lachen erover gedaan. Maar de mensen die het echt gezien hebben en ook uitgeprobeerd hebben, die hebben echt wel een beter beeld daarvan. Het heeft meer te zien als een echte topsport. Hebben we gewonnen? Yes! De curling gewonnen! Nou dames en heren, dat was hem dan. Het curlen zit erop en vanuit de coolste baan in Nederland wensen wij de boys alvast veel succes en veel plezier op het WK in Las Vegas. Het was een super toffe editie en nu is het tijd om met z'n allen even lekker een paar rondjes te gaan schaatsen. En we zien jullie vast snel weer. Groetjes!